Hij was gewoon echt nog niet klaar. En ik weet dat hij hier heel erg van zou balen, ja. Gewoon. Ja. Ik wil toch zoveel doen. Ik ben Luc. Ik werd geboren in 1995. En hoewel ik als kind altijd al bezig was met toneel en muziek, studeerde ik technische natuurkunde in Delft. Maar mijn grootste passie is presenteren. Ik wil niet heel veel zeggen, maar dat was gewoon echt. Hij had grote ambities in de mediawereld en stond aan het begin van een veelbelovende carrière. Maar de 27-jarige Luc Dreesen, programmamaker en presentator, mocht dat zelf niet meer meemaken. Afgelopen weekend overleed hij door een tragisch ongeval. Als Luc vorig jaar had geweten dat dit zou gebeuren, dan zou hij niks anders hebben gedaan het afgelopen jaar. Hij was echt, echt heel erg gelukkig. Ja, en hij deed echt wat hij wilde. Ja. Ja. Stilzitten kon hij niet. En dat blijkt uit al zijn bezigheden. Programma's bij AT5, een YouTube-kanaal met ruim 400.000 volgers en een podcast genaamd Lekker Lullen. Die namen hij en Lieke Augustijn hier op, vanaf de bank in Luc zijn huis. Ik zit hier altijd met Luc voor de podcast en nu zit ik hier voor Luc om een mooie ode te leveren. Maar dat is lastig. Het is wel heel mooi dat eigenlijk de laatste aflevering is online gekomen op zijn laatste dag. Dus voor mij is de cirkel gewoon rond en het is gewoon klaar. En hij heeft gewoon iets heel moois achtergelaten. En ik vind het echt een eer dat we zoveel content samen hebben. Ik heb er nog niet naar kunnen kijken, maar dat zal ooit wel eens heel fijn gaan zijn. Dus de cirkel is rond. Het is goed zo. Wie gaan we verrassen vandaag? Wij gaan vandaag onze tante Meggie verrassen. Waarom heeft zij het zo verdiend? Nou, Meggie is nu iets meer dan een jaar geleden met longkanker gediagnosticeerd. Lief met Luc vond hij wel heel leuk. Ja. Dat is het eentje ook wel mooiste, denk ik. Af en toe was het niet om aan te zien, maar je zag hoe oprecht het was en hoe eerlijk. Dat was niet gespeeld. Echt uit zijn hart. Niks wat hij deed was gespeeld. Maar naast creëren hield Luc ook van een feestje. Was hij inderdaad vrijdagavond tot 10 uur aan het editen en dan kwam hij daarna de kroeg in. En als je dan daar nog puff voor hebt en dan was hij daar weer aan het stuiteren. En dat ik echt denk, oh mijn god jongen, hoe doe je dit? Ja. Er is niemand zoals Luc. Ik ken niemand die ik zou kunnen vergelijken met Luc. Volgende week houden vrienden en familie een afscheidsceremonie. Wie weet tot snel. En wees een beetje lief voor elkaar.